gewoon midden in de stad. Ja, het is echt zo chill. Dit is echt gewoon echt Amsterdam. Ja. Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag en Sander en ik gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Namelijk een getaway in onze stad. Een city escape. Heet dat zo, city escape? Nee. We gaan in ieder geval... Het heet weg van je kinderen en weg van al het gezeik. En dan gaan we even met z'n tweeën in een hotelkamer zonder allerlei gedoe. Zo heet dat. Dat gaan we dus doen. En misschien... We gaan The magic will maybe happen. We gaan in het Art Hotel slapen. So dat is bij Centraal Station. Will be born. Ik ga weg bij mijn vriend. Dus we gaan in het Art Hotel slapen. Dat is bij Centraal Station. Maar dat zal ik zo uitgebreid filmen. Want ik dacht het is wel leuk om een aparte video te maken over Sander en mijn getaway. Dus ik ga even spulletjes inpakken. Ik wil ook echt heel graag weg uit deze ravage dat mijn huis is. Daar ga ik morgen of overmorgen wel mee dealen, I guess. Oh ja, vlogcamera opladen. Want de bende is echt unreal. Het is echt een kraakpand hier thuis. We willen sowieso een hele makeover doen. Dus als iemand zin heeft om te helpen, let us know. Ik heb net uitgedacht dat we om het hele huis te schilderen, dat is echt heel gênant. We hebben gewoon 40 liter verf nodig, muurverf. Echt waar? 40 liter, dat is zoveel. Maar volgens mij ben ik er nog niet eens. Maar wat voor kleur zullen we doen dan? Wit. We gaan alles wit doen. We gaan weg van onze groene muur en... Van onze kleurtjes. En ik wil ook nieuwe vette kleden kopen. Dus... Kleding? Nee, kleden voor de woonkamer en slaapkamer. Zo, tips, welkom hieronder. Ik ga mijn spullen inpakken en ik denk dat ik niet zoveel mee ga nemen. Gezicht... Oh ja, badpak moeten we niet vergeten, want ze hebben een zwembad. Make-up remover. En... Concealer. Ja. Sander, wat moet ik voor jou inpakken? Wat moet ik voor jou inpakken? Ik wil zo gaan. Sander antwoordt ook echt nooit. Okay, let's do this. En de best part van logeren je eigen stad is dat je met de fiets kan. Onze koffer past zo perfect in Sander's fiets. Ja. We zijn lekker aan het fietsen en het lijkt echt wel lente weer. Het is zo lekker weer. Ja. Het is echt niet normaal. Ik ben benieuwd naar onze kamer. Oh. Oh. Dat is wel cool. Deze koffiekopjes. Oh, lekker slapen. Zullen we meteen gaan slapen? Oh, dit uitzicht is zo ziek. Ik ben wel echt gezongen. Ik ben ook echt zo moe. Oh, kijk. Amsterdam houses. Het is zo cute. Daar centraal. I think. Ja. Dit is ook mooi trouwens, vast foto achtergrond, dat centraal. Hoe ziet de badkamer eruit? Ja, heel tof. What is this? Ja, echt heel tof. Dit is de wc. Dit is de... Wow, dit is... Wat is dit? Een douche. Wat is dit? Very nice. Oké, laten we even spulletjes uitpakken. Kan je heel Amsterdam zien. Ja, vet. Dit is trouwens wat ik aan heb vandaag. Vintage Levi's. Die Vagabond schoenen. En een trui van Monica Meijs. Pyjama pakken. Die trouwens nog steeds te koop zijn. De grijze. En deze top hieronder. Het gaat wel een mooie sunset worden, denk ik. Kijk. De mooiste stad ter wereld. Ik weet niet wat het is, maar altijd als ik in hotels ben, ga ik dus to-do-lijstjes maken en tijdsplanningen.
Ik weet niet waarom ik dat thuis niet doe in een hotel wel. Ik denk omdat het in een hotel is opgeruimd en thuis niet. En dan heb je geen leeg hoofd. Denk je dat dat het is? Ja, ik wil altijd mijn leven organiseren als ik in een hotel ben. Maar er liggen ook overal pennetjes en papiertjes, vaak. Ja. Ja, naast het bed in een hotel liggen altijd pen en papiertjes. Dus dan wil je dat doen. Dus wat ben ik nu aan het doen? Onze super romantische getaway. Maar ja, en we gaan zo wel even wat doen, San. We gaan zo even naar die gallery. Die is echt super vet. So let's do it. We gaan naar de gallery beneden. Daar ben ik wel best wel vaak geweest, ook voordat ik hier ging slapen. Want daar zijn altijd best wel leuke tentoonstellingen. Sorry, maar het heet ook niet voor niks de Art Hotel natuurlijk. Klopt. No joke, er hangen hier echt mooie dingen. En sommige van jullie weten het wel, sommige niet. Maar ik heb museologie gestudeerd, vandaar dat ik best wel geïnteresseerd. Echt waar? Heb je dat gedaan? Dat is toch bizar? We gaan nu naar beneden en beneden is de tentoonstelling, expositie van Selwijn Senatori. Ja, echt super grappig. Ik ga wel even een aantal dingen filmen. Leuk. We hebben een kleine sneak peek gehad al. Leuke gast is dat. Ja. Let's go in. Hier is de gallery. Dit is dus super dichtbij centraal, dus voor degene die met de trein reizen, is het wel leuk om hier even naar binnen te lopen. Dit is toch echt te grappig. I love it. Nou goed, ik zal niet elk kunstwerk filmen, maar ja, zo in huis, ik vind het ook wel echt lachen. Ja, maar dat meen ik echt serieus. Het is echt super cool. Noor. Ja. Hoe tof is dit? Staan gewoon echt boven op het dak. Je ziet echt heel Amsterdam. Daar achter je is de Bijenkorf. Toch zie je? Ja, daar waar die gele vlaggen. Ja. En het plein daar. Zo mooi licht nu ook. Dit is echt prachtig. Wow. Prachtig. Wij zijn gaan eten bij 533. En Lars. En Moos en ook gezellig Lars, gekomen. Hoe is het? Zo. Lars en Sander gaan indrinken. Echt stoer. En wij niet. Wij zijn virgins. En dit is de menukaart. Ja. Ziet er echt zo lekker uit. Ziet er wel echt extreem lekker uit. Ik wil echt alles bestellen van de kaart. Gaan we dat ook doen. Het is echt heerlijk. Ik heb die steak een keer gehad, die was super lekker. Ceviche heb ik gehad. De telefonaten heb ik een keer gehad. Ik heb hier een keer geitenkaas gegeten en ik vind de geitenkaas niet heel lekker. Maar hier was het zodanig bereid dat ik dacht... En dan heb je een goed restaurant te pakken, dat is echt zo. Ja, dat is iets wat je niet lekker vindt, lekker kunnen bereiden. Dan heb je die jackpot gehad. Dan heb je dit jackpotje te pakken. Onze voorgerechten zijn er. Hoi Sander. Hey, Sophie. Wat ben je aan het doen? Ik ben op jouw telefoon naar mijn Instagram aan het kijken. Okay. Kijken hoeveel likes ik heb. En ik heb vitello tonnato en we hebben burrata. Wij hebben een pasta met vlees. En hier is ons volgende mooi. Dat ziet er heel tof uit. De truffelpasta. Nice. Wij zijn klaar met eten. We hebben echt super lekker gegeten. Alleen we hebben allebei nog steeds een jetlag en we hebben ook kapot. Dus we gaan lekker naar boven en slapen. Oh, dit is zo lekker. Ze hebben het bed al een beetje opgemaakt. Oh, deze kamer is zo chill. Ja, hè? Het uitzicht. Oh my god, dit is echt... Een pillow spray, die ga ik hem mee naar huis nemen. Dat is zo fijn. Dit is gewoon midden in de stad. Ja, het is echt zo chill. Dit is echt gewoon... Echt Amsterdam. Ja. En ik ben zo moe. Ik ben echt helemaal kapot. Dus ik ga de tv uitzetten en lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Good morning! Hallo Sonny. Heb je lekker geslapen? Best lekker. Ja? Niet wakker? Nou, best lekker. Eigenlijk gewoon als een roos. Ik ga even brekkie bestellen. En we gaan zo zwemmen misschien. Ik heb net half een beetje mijn make-up gedaan. En ik moet mijn haar nog even krullen. Want ik wil zo een foto maken. Die jetlag is gewoon nog steeds wel aanwezig. Heb jij dat ook, Sam? Nee, ik vond het wel. Waar ben je aan het kijken?
zat je net te kijken? Nu, ik zit op Instagram en ik kijk naar Katy Perry's Instagram en die was bij Jimmy Kimmel. Dus dan zie je echt heftig uit met dat korte haar. Hotdogkanon. Oké. Hoe lekker ziet dit eten eruit? Jongen, we hebben zoveel eten besteld. Dit hebben we ook nog. En jus d'orange. En dit. Maar ik ga het even mooi neerzetten, want dan gaan we een foto maken. Hi. Hi. Wat ziet er mooi uit, schat? Zo. Hij was mijn pannenkoek aan het eten. Super lekker. Wat heb jij gegeten? Ik heb heerlijk een brioche op. Was echt lekker. Lekker. We moeten zo weer gaan. Ja, echt gek dat je vanaf een hotel naar kantoor dan nu gaat. En ik vraag me vanaf huis. 100% en ik vraag me ook af hoe het met de kinderen is. Olivia zit op de crash. En Bibi ook op de grote mensencrash. Maar ze film je? Nee, ik film ons. Ik ga wat croissantjes meenemen naar kantoor. Oh, leuk, voor de people. Ja. Deze kamer is mooi, hè? Ja, supermooi. Het licht is ook tof. Het zou de hele week, regenen, maar... Maar ik vind het ook leuk dat we zeg maar echt in het midden van de stad slapen. Dat vind ik een soort van... Wel, ik zou hier, want wij wonen natuurlijk niet meer in de stad. Dit is echt in het centrum slapen. Ja, nice. Oké, ik denk dat we deze vlog gaan afsluiten, Norrie. Ja? Het echte leven wacht. Doei. Ik ben op kantoor aangekomen en ik ga ook deze vlog afsluiten. Laat even weten wat jullie van deze extra city getaway vlog vonden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, dus het was een extra video deze week. En ik ben er zondag gewoon weer. Bedankt voor het kijken.